Eerst gaan we even terug naar de politiek die we gisteren zagen zich ontvouwen in de Tweede Kamer. Het was geen feest. Zo omschrijft PVV-leider PVV Geert Wilders het debat over de regeringsverklaring. PVV stond als grootste partij op bepaalde momenten niet alleen het lijnrecht tegenover de oppositie, maar maakte ook ruzie. Met de door Wilders zelf naar voren geschoven premier Dick Schoof. En met regeringspartners VVD en NSC. Ja, zegt Wilders, het is wel eens lekkerder gegaan. Dat kan je stellen. Het debat lag een tijdje stil, omdat Schoof en de vicepremiers in spoedoverleggingen. Naar aanleiding van een tweetje vanuit VK. door vicepremier Agema. ging over hoofddoekjes. En Wilders was boos op een suggestie dat hij. Die tweet zo hebben georchestreerd. Ja, nee, maar voorzitter, dat is echt te smerig geworden. Dit is gewoon te smerig. Hoe, hoe durft u het in uw hoofd te halen als zogenaamd fatsoenlijke politicus om mij aan te wrijven dat het al op mijn bureau lag? Toen ik de tweet zag, en ik zag hem pas op het moment dat het hier werd genoemd door een collega die naar voren kwam lopen, heb ik aan de collega gevraagd: daar zit hij. Kan je dat even voor mij snel kopiëren, dan kan ik het goed lezen. Ja, dat is de reden geweest. Dus haal het niet in uw hoofd. Om mij van iets te, te beschuldigen wat niet waar is. Dat is zo vals. Nou, dat was Wilders tegen CDA-leider Hendrik Bontebal. De suggestie dat hij die tweet georquesteerd is, die kwam trouwens. Van VVD-leider Jezel Gus. En toen kwam Laurens Dassen er nog even overheen. En die vatten het hele debat als volgt samen. Dit is een totaal instabiel kabinet op deze manier. Dat staat voor chaos zorgen, voor stilstand zorgen. Dat gaat alle Nederlanders raken. U wordt hier ondermijnd en dan moet u actie opnemen. En ik hoor graag van u, hoe u dat nu gaat doen. Zijn grote woorden, voorzitter. Ja. Nogal wie dus grote woorden? Wat hier gebeurt is ongekend. Dat hebben we nog nooit meegemaakt. Nou, dat is, nou heeft ze niet zo heel, heel, heel veel meegemaakt. Maar dat werd ook bevestigd door Frans Wijssel. Die heeft wel heel wat meegemaakt. En die is ook ongekend. Het is. Om twee redenen niet mooi, Nina, wat we hier zien. Dit geeft geen vertrouwen in een stabiele coalitie, denk ik, vanaf de zijlijn. Maar ook niet het vertrouwen wat ze zo hard nodig hebben. Eh, waarvan laatst gepeild door Ipsos gezegd werd van... nou, deze coalitie, daar heeft het Nederlandse volk veel meer fiducie in dan in de zittende. Ik kan me niet voorstellen dat mensen die hier nu eens denken... kijk eens, nieuw elan, een nieuwe ploeg, we gaan eens kijken hoe ze het doen. En die zien dit debat voor het eerst, die denken, nou, het ziet er niet uit. Wat een vertoning. Nou, hè? Mm. Lenert Beekman is bij ons, politiek verslaggever. Ja, Waar heb jij naar nou zitten kijken? Ja, Bas en Nina, goedemorgen. Ja, waar hebben we naar zitten kijken? Er werden er wel een paar dingen heel erg duidelijk in het debat. Eén, wat heel erg duidelijk is geworden... is dat de verhoudingen binnen de coalitie nog veel slechter zijn... dan wat we eigenlijk al dachten. Daar hadden we het gisterochtend al even over. Maar ik, heb me gister, ja, ik ben toch wel een beetje geschrokken... van hoe slecht de verhoudingen binnen de coalitie eigenlijk zijn... Twee, het amateurisme droop er echt vanaf in het debat. En drie, uh, premier Schoof stond echt wel heel erg alleen tijdens dit debat. En die gaat het nog heel moeilijk krijgen de komende tijd. Ja, dat blijkt inderdaad wel. Maar joh, de toekomst van dit kabinet, hoe, 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 hoe ziet dat eruit, wat jou betreft? Nou, wat het lastige is, er zijn natuurlijk wel een paar afspraken met elkaar gemaakt. Maar bijvoorbeeld, er was geen afspraak gemaakt van wanneer stuur je nou wel of niet iets over X de wereld in? En dan zie je gelijk, dat kan potentieel tot een crisis leiden. En wat ook heel erg duidelijk gisteren werd... is dat alles waar geen afspraken over zijn... potentieel kan leiden tot een crisis. En dat maakt het, of dit kabinet heel erg instabiel. Nou, sterker, als we even kijken naar de reactie van Weerders... hoe boos die was, ook... Ook ja. naar Schoof toe, hè? waarbij hij op een gegeven moment Schoof toe wierp van: Je neemt de leiding niet, je bent een slechte leider, je doet niet wat, wat je zou moeten slappe doen. Je moet, het, je moet opkomen slappe voor hap, je bent ja. slappe ja. hap. Gezelligheid. Nee, ik heb veel debat in Den Haag gezien, maar gisteren was het toch wel een debat uh, zoals ik hem zelden in Den Haag heb meegemaakt. En dan gaat het over het debat over de regeringsverklaring, waar je eigenlijk in de witte broodsweken van het nieuwe kabinet zit. Ja. Nou... De Witte Broodsweken, daar hebben we het al niet meer over, uh, Bas. Het, 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 uh, ja, het gaat er gewoon uh, uh, op een manier aan toe. Ongekend voor een kabinet dat net met elkaar begonnen is. en dan klapt nog eens een keertje de oppositie daaroverheen. Uh, ja, uh, voorlopig, ik hoop dat ze heel heids de zomer door gaan komen. Dat is natuurlijk een gevaarlijke uitspraak... waar de internetredactie gelijk een grote kop boven zet. Ja. Maar er moeten nog wel wat... Ja, er moeten nog wel wat afspraken gemaakt worden... aankomende zomer. Over de aankomende begroting. Ja. Er moet nog een heel... Regeer, of een, de uitwerking van het regeringsakkoord moet nog... van het hoofdlijnenakkoord moet nog geschreven worden. Nou, succes ermee zou ik zeggen met elkaar. Ja. Uh, het spreekt niet veel hoop uit. Maar alleen dat we hebben... Tranen Gezien hè, bij Esma Lala, die P van de A hoofddoekje werd genoemd, weer van oude tweet werd weer van stal gehaald, et cetera. We zagen een geëmotioneerde Fleur Agema, we hebben uh, extreme woede gezien bij een aantal mensen, uh, geschreeuw door elkaar roepen. Uh, het was inderdaad allemaal niet vrij. Als je nou even helemaal uitzoomt en en uh, kijkt, van oké, okay, helemaal uitzoomen, helemaal ja, uitzoomen. Ja, ja, gaan we doen. Ja. Zat er is er dan iemand of een partij of een, een een oorzaak aan te wijzen van waar ontspoorde dit debat nou zo? Wie, wie is daar debet aan? Wie had daar de grootste rol in? Nou, in eerste instantie begon het al bij de oppositie. En de oppositie ging gelijk vol op het orgel over alle uitspraken die vooral door twee pvv winstleden in het verleden zijn gedaan ja. rondom omvolking. En we hebben het over racisme gehad. Ja. Maar dat was eindelijk voorbij niet. Mm -hmm. Eindelijk ging het daar niet meer, uh, niet meer over. Nee. Um, Schoof was aan het praten over de internationale verhoudingen, over Oekraïne, over de NAVO, over MA17. Daar, daar was hij eindelijk, was hij daar aangekomen. En op dat moment gaat Fleur Agema, zijn eigen vicepremier, gaat een tweet, en of je het er nou wel of niet mee eens bent, maar gaat over hoofddoeken uh, een tweet versturen, ja. waar Halsma in betrokken wordt. En toen leidde weer de hele discussie over racisme. Maar en dan kan je je afvragen, waarom doe je dat? En dat, ik zei net amateurisme, daar spatte het amateurisme wel vanaf. Want eindelijk ging het er niet meer over in de Kamer. En door je eigen tweet van je vicepremier moet je weer twee uur lang over racisme, discriminatie en hoofddoeken praten. Ja, ja. ja. en de crisis hebben uh, we beraad, hè, waarin in een, ja. het zou twee minuten duren, het werd een half uur. Maar toen was wel de teneur, we gaan niet meer twitteren tijdens grote debatten. Ja, maar dat zei ik net ook al. Uh, alles waar geen afspraken over zijn, ja, leidt potentieel tot problemen. Ja. Dus nu, ja, we gaan niet meer twitteren tijdens Grote ja. debatten, Maar het is ja. nogal dus dat je niet naast je eigen premier, op het moment dat hij met de Kamer praat, gaat zitten twitteren over onderwerpen waar je net over klaar was. Ja, ja, uh, ja erg handig was het niet. Nee, nou, zal er het laatste niet over zicht zijn. Vanmiddag ministerraad, daarna het zomerreces. Uh, ja, was. Ja. Ja. Een, een partijloze uh, minister-president... die gisteren ook uh, verweten werd tandenloos te zijn... met zijn ploeg die om hem heen zit te twitteren. Je zei het al, nou, dat zomerreces, als ze dat eind maar gaan halen. Ik vind... Nou, zo zei ik het niet, maar nou. alles, alles in de dop. <laughs> alles, in de, alles in de dop. Ja. Uh, ze moeten inderdaad nog met elkaar gaan praten over financiële tegenvallers. Die ja. zitten bijvoorbeeld Oeh. in box 3, die zitten rond Stata... Mm -hmm. Uh, dat moet allemaal in een begroting verwerkt worden. Ze moeten nog een programma met elkaar uitschrijven. Na nou, alles waar geen afspraken over zijn, dan moeten ze richting die partijleiders gaan bellen. Ja, uh, ja het zal dit, deze zomer niet makkelijk worden. Maar ze hebben wel gezegd: we gaan eerst even een paar weken vakantie met elkaar vieren. Nou, we, gaan het, we gaan het zien wat er gebeurt. In ieder geval het vertrouwen van de kiezer. Dat uh, wordt wel een beetje op, uh, op uh, het spel ja, gezet. Dat he? kan je wel Overwijs. zeggen. Ja. Ja, ja. Ja, 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 zeker. Dankjewel. Politiek verslaggever Leendert, Beekman.